De gebieden waar de overheid percelen uitgeeft aan burgers zullen in het vervolg toegankelijk gemaakt worden. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen weekend weten tijdens zijn werkbezoek aan het district Nikeri. Het staatshoofd heeft in de afgelopen periode veel klachten gehad van voornamelijk jongeren die niets kunnen doen met de verkregen percelen omdat het gebied geen wegen heeft en vooral bebost is. Alle gronden waar de staat percelen heeft uitgegeven en die niet toegankelijk zijn, daar komen wij als regering in om een weg te bouwen, om stroom te brengen en om water te brengen. En wat moet u doen? Bouwen. Bouw. Het staatshoofd kondigt ook oplossingen aan voor het bouwen van woningen. De president is voorstander om het volk te helpen met goedkoop kapitaal om te bouwen. En vandaag kan ik je zeggen, het bedrag, het leenbedrag is verhoogd. U kunt vanaf 2 weken geleden, komende week kunt u lenen. U kunt lenen nu 1,6 miljoen SRD tegen 7% rente kunt u lenen om te bouwen. Goedkoop kapitaal. President Santokhi benadrukt dat er steeds naar mogelijkheden gekeken worden, zodat meer mensen geholpen worden aan een huis.